Beste leerlingen, wij gaan het hebben over kernconcepten en basisbegrippen. Belangen. En dit is de eerste keer dat ik een filmpje maak voor Havo 3, dus ik probeer er een filmpje van enkele minuten van te maken. Ja. Nou, belangen gaan over in het papier toe interests of interest non. Ja, my way, your way. We hebben allemaal interests, interest non, belangen, omdat we allemaal verschillende tot verschillende groepen behoren en allemaal verschillende personen, henden zijn. En allemaal hebben we een ander belang. Nou, hoe kan je dat uitleggen? Nou, je ziet bijvoorbeeld de mannen hier van Selicor, zie je staken. Dat gebeurde ergens in juli en augustus. En ze deden dat vanuit een bepaald belang, een interesse nam, Omdat hun loon misschien werd gekort met 12,5%. En daar gingen zij tegen in verweer. Dat is een bepaald belang van de vuilnismannen van Selicor. Nou, iedereen heeft belangen. Bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen, groepen die profession hebben bepaalde interessen. Ja. En die interessen is datgene wat belangrijk is voor jou als groep of als persoon. Ja, het is afhankelijk van tot welke groepen je behoort en wat jouw belangen zijn, je normen en waarden zijn als persoon. Nou, een ander belang. Bij het gebeuren van Selicor was bijvoorbeeld dat de mensen in de wijken, in de barrio, en de gezinnen, die famia, dat hun afval bleef staan. Dus de gezinnen en de famia hadden weer een ander belang, een otro interesse nam. Zij wilden juist dat hun afval werd opgehaald. Nou, dan heb je al twee belangen in dit voorbeeld: de vuilnismannen hebben andere belangen, buurtbewoners, die barrio. Hebben andere belangen? Leerlingen, jullie, hebben bepaalde belangen. Bijvoorbeeld een goede airco of een lokaal uh, waarin je bijvoorbeeld een beamer hebt of wat te drinken. Leraren hebben bepaalde belangen, die willen jullie zoveel mogelijk leren. Maar ook nu met het COVID-gebeuren hebben kwetsbare groepen, COVID, hebben ook bepaalde belangen. Nou, ik ga dat proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Ja, dus wat zijn belangen als ik dit voorbeeld neem? Ja. Nou, dit is een accountartikel. En dat accountartikel is van uh, vorig jaar, 2019. En het gaat erover dat artsen van het grootste ziekenhuis op Curaçao de noodklok luiden. Dus het gaat daar niet goed. Ja, nou die artsen hebben bepaalde belangen. De overheid heeft die bepaalde belangen. Patiënten met HIV of AIDS... Hebben hier ook bepaalde belangen. De leveranciers van medicijnen, die dat leveren, hebben ook bepaalde belangen. Nieuwe patiënten met bijvoorbeeld kanker, waarvoor wie geen ruimte is in het ziekenhuis, hebben in deze situatie ook bepaalde belangen. Dus we al dit probleem, het grootste ziekenhuis, Elisabeth Hospitaal, ging niet goed mee. En al die mensen hebben daar bepaalde belangen. Al die mensen daar hebben bepaalde belangen. En daar hebben we ook nog eens Den Haag, die geld wil lenen voor het ziekenhuis, maar, of kan lenen, en ook weer bepaalde belangen heeft. Ja, dus je hebt tegengestelde belangen, belangen contrali, gezamenlijke belangen, dat is natuurlijk heel goed, belangen hun Dus je hebt tegenovergestelde belangen, gezamenlijke belangen, je hebt belangen van de groep. Van mensen met HIV, van artsen, van vuilnismannen. Ja. En je hebt vaak te maken met, zeker als het gaat om politiek of de maatschappij, heb je vaak te maken met financiële belangen. Want zo'n ziekenhuis heeft geld nodig. Dus dan heb je te maken met financiële belangen. Ja. Of met belangen voor de zorg van mensen. Want die mensen hier, ja, die mensen daar moeten de zorg leveren. Ja, ja die daar. Ja, dus vaak gaat het ook om financiële belangen. Ja? Nou, ik hoop dat ik hiermee het een en ander duidelijk heb kunnen maken over hoe belangen precies in elkaar zitten. En ook dat iedere groep, ja, uh, toer groepo, iedereen heeft bepaalde belangen die je kunt koppelen aan de groep waartoe je behoort en uh, ook aan je, de persoon die je bent. En daarover moet je dus beginnen na te denken. Zeker bij situaties in Curaçao.